Heel wat Vlaamse KMO's zijn geëngageerd om over de grenzen heen te kijken en internationaal zaken te doen. Maar internationaal ondernemen, dat doe je niet zomaar. Daarom organiseerde Flanders Investment & Trade een exportbeurs waar ondernemers een antwoord konden krijgen op al hun vragen en relevante spelers in de Vlaamse exportwereld konden ontmoeten. Wel, dit is de eerste exportbeurs ooit voor Vlaanderen. Wat is de bedoeling? Om alle actoren bij internationaal ondernemen samen te brengen. Er staan hier 42 exposanten. Om heel breed te informeren naar iedereen die wil exporteren. We hebben 36 seminaries. En het belangrijkste, gans ons buitenlands netwerk. 91 posten zijn hier aanwezig om telkens weer B2B-contacten te hebben met de bedrijven en te zien wat hun kansen zijn op die specifieke markten. Het spectrum van internationalisering is zeer breed. Een KMO, zoals je weet, heeft niet veel tijd. En om alles een keer te bundelen op één plaats is voor de ondernemer zelf een tijdsbesparing. Hij vindt alles ter plaatse. Friends Investment & Trade heeft alle spelers uitgenodigd die ondernemers ondersteunen in dit veld. En het Enterprise Europe Network is uiteraard ook één van die spelers. Voor de Europese Commissie is internationalisering zeer belangrijk. Er zijn ongeveer 30 miljoen jobs die dus exportgericht zijn in de Europese Unie. Dus zijn er ook een aantal steunmaatregelen voorzien vanuit de Europese Commissie. En een eerste daarvan is bijvoorbeeld het Enterprise Europe Network. Dus een netwerk dat dus aanwezig is in de 65 landen. En dit netwerk is er voornamelijk voor KMO's om hen te helpen te innoveren, om hen te helpen te internationaliseren. Wij doen het heel goed in Vlaanderen met onze export. We zijn bij de besten ter wereld. Wij leven ook van de export. Dat is echt onze levenslijn. We hebben een topjaar achter de rug. We hebben voor het eerst de kaap van de 300 miljard euro overschreden. Dat is zeer veel, een grote stijging. Maar ik geloof erin dat we nog beter kunnen. We hebben durvende ondernemingen, we hebben zeer goed geschoolde medewerkers, we hebben top onderzoeksinstellingen. En die combinatie, wat ik noem de triple helix, overheid, bedrijven en onderzoekscentra, zorgt ervoor dat wij fantastische producten maken. Ik blijf keihard geloven, ik zie die toekomst heel rooskleurig in. We voelen dat ook, bedrijven zijn enthousiast, vol ambitie, vol plannen. Alleen is het nu aan ons om dat perfect te begeleiden, zodat het risico minimaal wordt en het succes maximaal.